Afgelopen dinsdag 2 februari speelde HHC Hardenberg de kwartfinale in de KNVB bekerwedstrijd tegen AZ Alkmaar. Het grote avontuur ging van start aan het einde van de middag, toen ruim 2000 HHC-supporters zich in bussen en auto's laden op weg naar het strijdtoneel in Alkmaar. Deep in the ocean, dead and cast away. Our innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones, I am. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Terwijl de supportersbussen en ook de spelersbus over de afsluitdijk reden, kleurde een parelmoerenwolk de lucht hel oranje. Een gunstig voorteken voor alle supporters en spelers die langzaam de spanning voelden stijgen. Langzaam maar zeker kwam het AFAS-stadion dichterbij. Van tevoren was al duidelijk dat dit een bijzondere wedstrijd zou worden. HHC speelde nog nooit tegen AZ en heeft nog nooit een kwartfinale gespeeld. Maar de cijfers zijn in hun voordeel. In dit bekertoernooi kreeg HHC geen enkel doelpunt tegen en AZ verloor al 4 keer eerder van een amateurploeg. Ook schakelde HHC laatst nog NEC uit met 2-0 op de Boshoek. Another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey, when the night fades away, yeah. Run, boy, run, this ride is a journey to run, boy, run. Ja, de reis was op zich wel prima. Het was een mooi sfeertje in de bus, dat wel. En ja, hopelijk winnen natuurlijk. Lang een paar filetjes gehad onderweg. Maar we zijn wel gewend natuurlijk aan de topklasse. Zin in? Ja, natuurlijk. De supporters waren vroeg ter plekke. Ze warmden zichzelf in het winderige stadion met zingen, koffie en het kijken naar het warmspelen van hun favoriete spelers. Is het lang verwachte moment daar dat alle spelers statig het veld op komen lopen. Klaar voor de zware strijd die voor hen ligt. En AZ is inmiddels in balbezit. Aan de linkerkant wordt het gevaarlijk, kan het gevaarlijk worden. En er komt de eerste mogelijkheid al, maar die wordt tot hoekschop verwerkt. AZ opende sterk en zette HHC direct onder druk.
Een voorzet vanaf rechts kwam op het hoofd van topschutter Vincent Janssen, die de bal alvallend al in de 8e minuut achter Sander Danes kopte. De ploeg doet dat goed, zet HC onder druk, mag je natuurlijk ook verwachten. Nu de goede opening op Jahan Baks aan de rechterkant. Die bal, die vliegt erin. Dat is doodzonde. Manu Hutu verontschuldigt zich daar bij zijn medespelers. Maar... Na nog een aantal kleine mogelijkheden van de Alkmaarse ploeg kwam HC steeds beter in de wedstrijd. Dat leverde vlak voor de rust bij een vrije trap van Glenn Kobussen een enorme kans op. Maar de bal schoot na de kopbal van Jan Hooiveld over het doel. Kwartier voor tijd, nog steeds 1-0 voor AZ, dreigde de beslissende treffer te vallen. Maar Ben Rienstra van AZ trapte de bal over het doel. HC bleef hard vechten en kreeg vlak voor tijd nog een grote kans op de gelijkmaker. Een voorzet van Mark Veldmaten kwam terecht bij Thomas Bakker. Hij nam de bal aan, schoot, maar zag zijn schot geblokt worden door Ron Vlaar. Na 3 minuten extra tijd was het avontuur voorbij voor HC Hardenberg en floot Van Boekel voor het einde van de wedstrijd. Sander Danes, hier sta je dan in het AFAS-stadion. Slechts met 1-0 verloren, maar wel verlies. Nou ja, ik weet niet. Misschien hadden we er vooraf ook nog wel voor getekend om er een echte wedstrijd van te maken. Omdat AZ toch ook gigantisch in vorm was. Als je ziet hoe ze over eredivisieploegen heen lopen. Nou, dan vind ik het wel een prestatie, zeg maar. Dat wij er toch wel een echte wedstrijd van gemaakt hebben. Ondanks dat wij zelf niet heel veel kansen hebben gehad. Een beetje teleurstelling omdat je vlak voor tijd toch nog een kans mist. En omdat zo'n wedstrijd, ja, dat vraagt toch weer om nog een wedstrijd hierna natuurlijk. En aan de andere kant ook wel trots. Ik bedoel, we hebben het gewoon ondanks de vroege tegengoal. Dat maakt het eigenlijk nog zwaarder. Omdat in de kopjes misschien dan wel zoiets is van, nou, dit was het dan. Maar we hebben ons daarna prima geweerd, denk ik. Het is de hele wedstrijd toch een wedstrijd geweest tot de 93e minuut. Met nog de kans van Bakker. Nee, op een gegeven moment word ik mee naar voren gecoacht. En ik zie de bal over mij heen gaan. En hij komt bij coach, legt hem neer. En ik had zelf niet het gevoel hoeveel tijd ik nog had. Dus ik denk van, dan neem ik hem aan. En toen op dat moment zag ik Vlaar inkomen. Dus ik denk van, ja, als ik hem nu schiet, blokt hij hem. Dus ik probeerde hem eigenlijk te kappen en dan te schieten. Maar hij blokte hem eigenlijk met een slijding. Ja, goed verdedigd, maar heel zuur voor ons. Ja, wat baalde ik daarvan? Dat maakt het nog wel even zuur dat je hier verliest. Dat je er zo kort voor tijd nog dichtbij bent om die 1-1 te maken. Zou dat mooi geweest zijn, hè? Ja, dan had je toch echt wat gehad, zeg maar. Dan ga je een verlenging in en dan weet je ook nooit wat er gebeurt. Ik had wel het idee dat ze op een gegeven moment wel heel erg blij waren dat ze die voorsprong hadden. En ook niet heel veel meer over hadden. Tenminste, dat idee leek bij mij, want ze begonnen met tijdrekken en kleine pijntjes. Stel je voor dat hij erin was gegaan. Nou ja, maar goed, AZ had ook wel eerder nog de 2-0 kunnen scoren. En daar was het eerder over geweest. Maar grote complimenten voor de ploeg. En de supporters overigens. Meneer, ik zie u met een glimlach de trap afkomen. Ja. Maar dit is verloren vandaag. Jawel, maar dat is een mooie pot vandaag. Ze hebben zich kranig geweerd. Ja, u heeft van genoten? Ja, heel erg. Ja. Heerlijk, sfeertje hier op de tribune. Was een goed sfeertje. Ja, dat is 10% van Hardenberg wat hij zit.
Trots op HHC? Ja, heel trots. Heel trots. Ja, we hebben zeker genoten van HHC Hardenberg. Ze hebben toch een topprestatie geleverd. Eigenlijk hoopte ik dat op het eind nog een... Dat HHC nog zou scoren. Van de andere kant denk ik, het is al zo koud om nog een verlenging helemaal uit te zitten en de doeltrappen. Nee, dan is het goed dat het zo is geweest. Ik ben heel trots op hun. Ze hebben het heel knap gedaan.